Goedendag en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 28 februari met vandaag. Petitie tegen sloop blauwe golven. Groter aantal bijstandsgerechtigden. En Katelijne Bouwkamp, kandidaat GroenLinks in Den Haag. Katelijne Bouwkamp nam vrijdag deel aan een debat in de molenplaats van het Arnhems Nieuwscafé met drie andere landelijke kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Pieter Pluijger sprak met Katelijne Bouwkamp, kandidaat nummer 22 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kun je als Arnhems raadslid GroenLinks landelijk voor Arnhem vertegenwoordigen? Ja, dat kan denk ik heel goed, omdat ik natuurlijk nu ook lokaal al actief ben binnen de gemeenteraad en heel erg goed kan zien wat de effecten zijn van de landelijke wetgeving. Dat zijn natuurlijk de kaders waarin we als gemeenteraad werken. En dan zie je heel goed wat dat betekent in een stad. Dus dat betekent dat je ook heel goed weet hoe je dan die wetgeving zou moeten vormgeven om te zorgen dat de mensen die in steden en ergens anders wonen, daar zo goed mogelijk mee vooruit kunnen. Waarin verschilt GroenLinks van de andere partijen en wat voor kabinet zou GroenLinks willen zien? Ja, dan ga ik heel netjes Jesse Klaver herhalen. Die zegt we zouden graag een zo progressief mogelijk kabinet willen zien. En daarbij is denk ik de rol van GroenLinks heel belangrijk, omdat wij nu vinden dat het tijd is om echt te gaan verduurzamen. En om te zorgen dat de afspraken die wij internationaal maken, dat we zorgen dat die nu ook echt uitgevoerd gaan worden. En er is een paar dagen geleden door alle jongere organisaties van alle politieke partijen een manifest opgeschreven. Ik denk dat dat ook heel goed is om dat mee te nemen bij de formatieonderhandelingen. Wat is het verschil tussen jouw lokale GroenLinks en de landelijke GroenLinks? Ik hoop niet. Je werkt natuurlijk op een ander niveau. Je ziet als je lokaal in Arnhem werkt heel direct wat je doet en wat je verandert. Je hebt daar ook direct te maken met de mensen waar je iets voor hebt gedaan of mensen die juist niet blij zijn met iets wat je graag zou willen. Dus die afstand is veel dichterbij. Dat is als je naar Den Haag, als je in de Kamer zit, wat minder vanzelfsprekend. Ik zou het wel heel belangrijk vinden om die relatie wel zo te houden, zo direct. Omdat je daardoor altijd weet waarvoor je het doet, namelijk voor de mensen in Nederland. Is er genoeg bestuurservaring bij GroenLinks om staatssecretarissen en ministers te kunnen leveren? Ja, zeker. Er zitten een paar mensen die, los van of ze goede bestuurders zijn of niet, ik denk ook qua capaciteiten, ook mensen zijn. Je hebt natuurlijk een soort beeld van bestuurders als toch belanghebbers van de status quo. En ik denk dat wij zeker als GroenLinks heel erg een voorraad goede mensen hebben, die ook hebben we laten zien, dan wel als bestuurder, maar ook bijvoorbeeld als directeur, bestuurder of manager bij een maatschappelijke organisatie. Dat je ook echt dingen kan veranderen en dat je daarvoor ook een goede bestuurder bent. Wordt het Paars Plus met GroenLinks? Ik durf echt niet te zeggen. Ik ben ook echt heel erg benieuwd en ik denk met mij heel veel andere mensen wat uiteindelijk de verhoudingen gaan zijn. Er is nu nog heel weinig over te zeggen. Ik denk dat er ook wel veranderingen zijn nu die mensen ook niet per se hadden verwacht. En GroenLinks blijft stijgen in de peilingen. Dat is in ieder geval waar ik me nu op dit moment op richt. Omdat ik zie dat het gewoon heel goed gaat met mijn partij. En dat maakt mij heel positief voor de toekomst. Omdat ik weet dat daarmee ook straks de slagkracht van GroenLinks groter is. En we echt aan de slag kunnen om dingen socialer en duurzamer te maken. Wat dat uiteindelijk qua partijen, ik heb geen idee, ik kan niet in de toekomst kijken. Meer mensen ontvingen in 2016 bijstand in Arnhem dan de jaren daarvoor. De toestroom van vluchtelingen heeft het aantal doen stijgen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De armoede in Nederland neemt ondanks het economisch herstel niet af. In 2015 bleef het aantal arme huishoudens vrijwel gelijk en het aantal langdurig armen nam toe. Arnhem zit in de top 5 van de grotere steden met het hoogst aantal bijstandsgerechtigden per 1000 inwoners. De petitie tegen de sloop van omgevingskunstwerk De Blauwe Golven wordt ondersteund door Herman Hofman, voormalig hoofd cultuur in Arnhem.
Bij sprake, Hofman. U was betrokken bij de totstandkoming van het kunstwerk De Blauwe Golven. Wat was uw rol precies? Ik was vicevoorzitter van de commissie Beeldende Vormgeving, Openbaar Gebouwen en Terreinen. Toen een commissie die adviseerde, inclusief een aantal kunstenaars die daar lid van waren, welke kunstenaars kans moesten krijgen om een bepaald project te doen. En dat project werd dan beoordeeld en geadviseerd aan het gemeentebestuur. U bent een deelnemer aan het pleidooi tegen de sloop van de Blauwe Golven. Waarom bent u daar tegen? Nou, laat ik voorzichtig zijn. Ik ben zeer onthutst eigenlijk over de situatie van de Blauwe Golven. Die zijn steeds verder verwaarloosd en zo kunnen ze niet blijven. Dat is buiten kijf. Ze zijn vuil, er wordt geparkeerd. Maar voordat je ze weghaalt, zou ik denken, kijk eens hoe je het weer terug kan brengen in de prachtige staat waarin het was in 1977. Want het is meer waard dan men nu zou denken. En ik vind ideeën over vergroening heel kwetsbaar. Want dat hebben we in 1976 ook bedacht. En dat is onderzocht met Wageningen samen. En dat was een heel slecht voorstel. Omdat de verhoudingen, het klimaat hier, maar ook de verhoudingen ten opzichte van de afmetingen van de brug, heel weinig kans biedt voor een fatsoenlijke groene oplossing. U zegt eigenlijk met blauwe en witte verf en geen parkeerfunctie zou je de monumentale functie van dit kunstwerk weer terug kunnen halen. Het hoeft niet met verf. Toen dit werd aangelegd op advies van Peter Struiken, waren dat stenen, en dat kun je nog voor een stukje zien over wat er vorig jaar of twee jaar geleden is gebeurd, stenen wit en blauw. En met elkaar gaven ze dat effect. Dus je hoeft geen verf te gebruiken. Jammer genoeg is hier verf gebruikt om je parkeervakken op te schilderen, die er absoluut niet thuis hoort. Dus we zijn er heel slecht mee omgegaan in Arnhem. Is er nog een kans dat we dit in de oorspronkelijke functie terugkrijgen? Nou, die kans, dat kan ik moeilijk beoordelen, want daar moeten beslissingen over genomen worden. Maar dat zou absoluut kunnen, daar heb ik geen twijfel over. Alleen, ja, dan kost het moeite om het schoon te krijgen of eventueel nieuwe stenen aan te brengen. Je moet het parkeren absoluut verder terugdringen of liefst helemaal laten verdwijnen. Je moet de hele grote fontein, die een schitterend effect gaf, weer opnieuw laten werken. Dat kost wat geld, maar wat de plannen nu zijn of worden, kost ook heel veel geld. Dus in die zin, denk ik, weet wat je hebt en wees trots op elementen in de stad die het aanzien van Arnhem een bepaald beeld geven. Toen dit net was klaargekomen, toen werd dit zeer gewaardeerd, internationaal. Peter Struiken en Bob van der Vliet samen hebben dit prachtig ontworpen. En daar was iedereen in de wereld van de architectuur en de stedenbouw trots op. En denk ik, Arnhem is er ook trots op dat soort elementen. Maar verpest het niet door parkeren en vervuiling enzovoort. De sloop van de fontein op het Kerkplein is in volle gang. Door de aanleg van de Sint-Jansbeek door de binnenstad moest deze fontein wijken. De fontein had op warme dagen een grote aantrekkingskracht op kleine kinderen. Op de plek van de fontein zal het nieuwe Focus Filmtheater met winkels en woningen verrijzen. Het zal ongeveer 2 dagen duren voordat het bouwwerk ontmanteld is.